Regenfiber, supporter van Excelsior 31 TV. Welkom bij Excelsior 31 TV, het mediakanaal van Excelsior 31. Samenvattingen, interviews, reportages. Ja, hier voor me staan gebroedelijk naast elkaar Pieter Oosthoek, de voorzitter van Excelsior 31, en Erwin Leurink, de voorzitter van de technische commissie van Excelsior 31. Het is donderdagavond. Jullie hebben nieuws te brengen over een nieuwe trainer bij het eerste van Excelsior 31. Wie mag ik het woord geven? Ik denk dat het goed is Pieter even de procedure beschrijft, hoe we die gevolgd hebben. En dan zal ik daarna een en ander uitleggen over de aanstelling van de nieuwe trainer. Okay. Pieter, aan jou het woord. Ja, nou, het is zo dat we een tijdje geleden gestart zijn met een soort open sollicitatie. We hebben een oproep gezet op onze site en daar zijn pak een beet 20, 25 serieuze reacties op gekomen. Dat is natuurlijk mooi. Onze technische commissie die heeft daar zorgvuldig naar gekeken. We zijn uiteindelijk gekomen met een shortlist van drie namen. Die shortlist die hebben ze voorgelegd aan het bestuur. En er is ook al wat met spelers gesproken. Ik begrijp dat uiteindelijk ook een vierde potentiële trainer is geïnterviewd. En aan het einde... Wat bedoel je met interview, Pieter? Nou, er was een vierde kandidaat is toegevoegd op verzoek van een aantal mensen. Ja, dus uiteindelijk zijn er vier mensen op de shortlist terechtgekomen. En Roeland de Berge die is voorgedragen door de technische commissie. Die vraagt dan netjes aan het bestuur van: zijn jullie ook akkoord? En dat was niet zo ingewikkeld. Hè? Want ik ben één of twee keer ben ik bij jullie binnengevallen toen jullie bezig waren om volgens mij vanuit alle hoeken die je kan bedenken te kijken naar mensen vanuit die shortlist. Waar ze wonen, hoe oud ze zijn, wat voor voetbal ze spelen. Al dat soort zaken meer. Dus er is echt zeer zorgvuldig gekeken. Ja, en ik denk dat wij gewoon hartstikke blij zijn met de komst van Roelof. Dus Roeland, dus goed werk. En Erwin, waar onderscheidt Roeland zich in ten opzichte van de andere drie? Nou, we zijn afgelopen jaar gestart met een stukje beleid geschreven, waarin we willen kijken om ook meer jeugd aan te laten sluiten bij het eerste. En we hebben gemeend dat Roeland de beste intentie had om daar ook bij aan te sluiten bij het beleid wat wij geschreven hebben. Verder heeft hij een best hele goede visie van voetbal. En de kennis van het amateurvoetbal in deze regio is eigenlijk voor hem een pre geweest om hem als trainer aan te stellen. En welke ervaring heeft hij op het gebied van het leiden van de eerste elftallen? Hij heeft Berkham getraind als hoofdtrainer. Daarvoor heeft hij natuurlijk ook, wat ook een stuk voordeel was, van dat hij al meerdere jaren hier ook als trainer heeft getraind. Lage juniorenelftal en ook het tweede van Excelsior heeft hij getraind. Toen is hij ook kampioen geworden van de reserveklasse voor tweeders. Ja, dus hij kent ook de clubcultuur en dat is ook een voordeel voor wat wij in hem zien. En wat verwacht je van Roeland ten Berge? Want die verwachtingen zijn natuurlijk wel uitgesproken, neem ik aan. Ja, herkenbaar voetbal, vooruit, attractief voetbal. Ja, en de topklasse, plaats 5 tot en met 10. En het liefste, ja, toch naar boven kijken om ook in de bovenste plekken mee te draaien. Dat hij geen ervaring heeft in de topklasse, dat maakt in dit geval niet zoveel uit? Nee, dat heeft voor ons niet, geen doorslag gegeven in de keuze voor hem. En het beter maken van spelers, hoe is hij daarin, Erwin? Ik denk goed, maar ja, dat moet de toekomst uitwijzen, dat weten wij gewoon niet. Maar we denken in Roeland daar wel een persoon in te vinden die wel jongens beter kan maken. Die andere personen, er waren vier personen. Wie waren dat? Of is dat niet belangrijk op dit moment? Nee, ik vind dat niet echt heel belangrijk. Nee, oké. Okay, Roeland de Berg is het gewoon geworden. En hij tekent voor 1 jaar? Ja, we hebben de intentie uitgesproken om voor lange termijn bij elkaar te blijven. Maar we hebben gezegd, we gaan voor 1 jaar een contract aan. Omdat wij ook niet weten wat de toekomst dan brengt qua sponsoring, qua gelden. Dus willen we eigenlijk niet die verplichting voor lange termijn aangaan. De spelers, hebben die ervaring met Roeland de Berge? Een aantal spelers kennen Roeland, ook vanuit de jeugd hier. Maar het merendeel kent Roeland niet, dus ja, is ook voor het merendeel is hij gewoon een nieuwe trainer. Jij kent hem persoonlijk wel, Erwin? Ja, sinds die twee gesprekken met Roeland ken ik Roeland. Daarvoor kende ik hem ook niet. Nee, oké, okay, maar er zijn wel aanbevelingen geweest, neem ik aan. Ja, op alle gesprekken of alle trainers die we gesproken hebben, zijn aanbevelingen geweest. En ook daaruit is ook Roeland als kandidaat naar voren geschoven om trainer te worden hier. Wordt hij ook betrokken bij gesprekken met spelers die nog geen contractverlenging hebben gehad en eventuele nieuwe spelers? Ja, we weten wat wij voor volgend jaar aan vakante posities hebben. En daar zal Roeland een hele belangrijke pion zijn als advies ook naar de TC
om ook spelers voor te dragen waarbij wij, maar wie met mij, graag verder willen. En je hebt over vakante posities. Welke posities zijn dat of is dat nog niet bekend? Dat is wel bekend, maar daar ga ik nog niet verder over uitweiden. Je moet nog eerst met de spelers gesproken worden, neem ik aan. Dat lijkt mij wel, ja. Okay. Nou, dat is een mooi resultaat van de onderhandelingen, denk ik. Ja, hopen dat het een goede trainer voor Excelsior 31 is. Ik hoor positieve geluiden, dus laten we daarvan uitgaan. En hopen op succes met hem. Ja, hopen we ook. Okay, dank je voor het interview. Ja, nou ja, en ik wil eigenlijk nog even benadrukken dat de procedure zo die was afgesproken keurig gevolgd is. En dat er binnen zowel bestuur als TC gewoon een volkomen consensus is in dit besluit. Dus we zijn allemaal hier zeer content mee. Roeland de Berge, welkom terug bij Excelsior. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Dankjewel Bert. Ja, voor velen misschien verrassend, voor anderen weer niet. Jij bent een nieuwe trainer dus van Excelsior 31. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, dus voor mij een beetje verrassend kwam de vacature vrij. Ik had al eerder bekendbaar gemaakt dat ik bij Berkum zou vertrekken. En op een gegeven moment kwam de vacature bij Excelsior vrij. En ja, goed, ik heb ook gewoon aangegeven bij Excelsior dat ik daar heel veel interesse in heb. En uiteindelijk heeft Excelsior in ieder geval een heel duidelijke procedure ook op hun site gezet. Wat ik heel netjes vind. En zo zijn we in gesprek gekomen. Ja, we hoorden net van het bestuur dat vier man op gesprek zijn geweest. Nou, jij bent het uiteindelijk geworden. Veel gesprekken gehad? Nee, we hebben twee gesprekken gehad. En ja, goed, ik weet ook niet precies hoeveel kandidaten er geweest zijn. Maar het waren twee hele prettige gesprekken en van de week zijn we eruit gekomen. Ja, en dan ga je een contract aan, ik neem aan, voor een jaar? Ja, in eerste instantie voor een jaar. Al zou ik wel langer willen en de club misschien ook wel. Maar vaak is toch het eerste jaar, ga je toch voor een jaar een contract met elkaar aan. Voor de mensen die jou niet kennen, wie is Roeland de Berge? Nou, ik woon in Raalte samen met mijn partner. Wij hebben drie kinderen. Milan van 5, Dani van 4 en Xavi van 2. Allemaal voetbalnamen. Ja, ja. En daar heeft mijn vrouw over meegedacht. Maar dat is bijzonder. Ja, inderdaad. Mijn vrouw is fulltime lerares. Dus dat houdt in dat ik overdag veel thuis ben. Voor de kinderenzorg, kinderen naar school breng en heel veel met voetbal bezig ben. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik heb een klein bedrijfje in de voetbal. Dus als voetbaltechnische ondersteuning geef ik. Met name naar amateurclubs toe. En ik ben nog docent bij de KNVB. Voor landsteden doe ik inmiddels ook wat. Geef ik ook TC3. En ja, voor de rest overdag dus heel veel bezig om 's avonds alles goed voor elkaar te hebben voor de voetbal. Jouw trainersverleden? Dus onder andere natuurlijk Excelsior 31, begonnen bij Roda Raalte. Ja, volgens mij ben ik in 1994 begonnen. Volgens mij was ik toen 17 en ben ik begonnen in het trainersvak. Heel langzaamaan wat naar boven gegaan, cursussen gaan volgen. Uiteindelijk van Roda Raalte A1 ben ik in 2002 ben ik naar Excelsior gekomen. Een jaar de B gedaan. Jaar erop naar de A1 gaan. In combinatie toen met de D1, met de voetbalschool. Gaf toen techniektraining. Dus al met al heel veel jeugdteams getraind daar. Kampioen geworden met A1? Ja, kampioen geworden. Ja, inderdaad. Dat klopt. Toen zijn we gepromoveerd, dacht ik, naar tweede divisie. Na drie jaar ben ik toen benaderd door Go Eagles. En daar heb ik daarna 4 jaar in de opleiding gezeten. 2 jaar B1 gedaan, 2 jaar A1 gedaan, in combinatie met coördinator van de jeugdopleiding. En toen weer terug naar Excelsior. Het tweede team? Het tweede team, ja. Go Eagles die stopte ermee, die ging samen met Twente. En nou, dat was even de vraag van wat zou ik op dat moment gaan doen. Uiteindelijk ook de keuze gemaakt om richting senioren te gaan. Weer bij Excelsior terechtgekomen en een hartstikke mooi jaar gehad met het tweede team. Kampioen geworden ook, beker gewonnen. Samen kampioen geworden met het eerste. Dat was een fantastisch mooie dag. En uiteindelijk heb ik toen de stap moeten maken naar het hoofdtrainerschap om daar ervaring op te doen. Dus toen ben ik naar Forest Twello gegaan. Een jaartje ook? Ja, ook een jaartje. Want dat is niet mijn insteek. Kun je ook wel aan mijn cv zien dat ik bij de meeste clubs al minimaal 3 jaar zit. Alleen ja, toen kwam Berkum op mijn pad. Die hebben mij toen benaderd. Ja, en om die kans... hoofdklasse, zaterdag hoofdklasse te laten liggen. Nee, dat wou ik niet. Dus ik ben toen naar Berkum gegaan. Daar zit ik nu 2,5 jaar en tot het einde van dit seizoen.
Ja, je bent een succesvolle trainer. Je gaf net al eventjes aan A1 van Excelsior kampioen gemaakt, de tweede kampioen gemaakt. Met Berkum een keer periodekampioen volgens mij geworden. Vijfde, achtste, en nu zijn je ongeveer in de middenmoot ook met Berkum. Ja, dat klopt. Nou ja, het begrip succesvol, dat is maar net hoe je dat bekijkt. Hè? Dat vind ik niet alleen kampioenschappen of periodetitels. Ik vind ook belangrijk van hoe ga je te werk bij een club, hoe ga je met mensen om. Het ligt ook aan de ambitie van de club, het beleid van de club, wat ze willen. En ik denk dat dat maakt een trainer succesvol. En ja, dat is aan anderen om dat te beoordelen. Goed, ik denk dat ik dat mag doen. Dan heb je het gesprek met Excelsior gehad. Wat werd er van jou verwacht? Nou, kijk, tijdens het gesprek was het in ieder geval zo dat we vrij snel op één lijn zaten. Ik heb mijn visie op voetballen gegeven. Ja, vertel eens. Nou, als ik kort maar krachtig kan mag zijn, dan is het in ieder geval gewoon een keer voetballen gaat om winnen. Maar in mijn ogen ook om publiek te vermaken. Als ik zelf voor de televisie zit of naar een voetbalwedstrijd ga, dan wil ik vermaakt worden. Dan wil ik een leuke wedstrijd zien. En ik heb zelf ook niet een specifieke club voor wie ik ben. Ik wil goed en leuk voetbal zien. En zo sta ik er ook in als trainer. Dus ook bij Excelsior heb ik heel duidelijk mijn visie gegeven op dat ik graag aanvallend voetbal wil spelen. Dominant voetbal, veel beweging op het veld, veel druk naar voren. Kortom, spektakel proberen te bieden voor het publiek. Ja, dus de lijn eigenlijk voortzetten van Hans van Dijkhuizen. Ja, ik heb begrepen dat Hans ook die speelwijze hanteert. In ieder geval ver naar voren en graag dominant aan de bal wil zijn. Dus dat gaan we zeker proberen, ja. Is er ook nog gesproken om wat meer eigen jongens in te passen? Ja, daar hebben we heel duidelijk over gehad. Het is natuurlijk zo dat Excelsior gewoon een hele goede jeugdopleiding heeft, al jarenlang. En ik denk dat er bij heel veel clubs wel het dilemma speelt van ja, hoe krijg je nou uiteindelijk eigen jeugd in je eerste helftal? Dat is overal hetzelfde, betaald voetbal, amateurvoetbal. En daar hebben we het over gehad, in ieder geval van hoe ga je dat nou doen met elkaar? Hè? Je kunt het bij een trainer neerleggen van succes ermee, zorg dat er spelers in de eerste helft komen. Ja, maar wij hebben heel duidelijk gesproken over ja, hoe gaan we dat met elkaar doen. Dus we gaan een plan maken met elkaar. Daar hebben we over gesproken. En dat zal moeten uitwijzen hoe dat verder gaat. Ken jij Excelsior nog en ken jij de spelers eigenlijk nog? Want jij bent natuurlijk de afgelopen 3 jaar, 2,5 jaar, wat je net al aangeeft. Ben je natuurlijk ook in zaterdagvoetbal actief. Kun je Excelsior niet echt volgen? Ja, of je wel juist. Hè? Want? Nou ja, je volgt in ieder geval heel nauw alle hoofdklassen. Tenminste, dat doe ik wel in de topklasse ook. Ik ben ook altijd nauw betrokken geweest bij Berkum met het aanhalen van spelers, adviezen geven in spelers. Ja, en dan moet je de regio gewoon goed kennen. Je moet, vind ik, alle hoofdklassen moet je goed kennen, de topklassen moet je goed kennen. Dus als daar spelers beschikbaar zijn, dan moet je daar ook wat over weten. Ik ken heel veel spelers vanuit het betaald voetbal, vanuit Goat Eagles. En van de huidige selectie zit er niet een naam bij waar ik bij moet nadenken. Dus ik ken de volledige groep, ja. Je kent natuurlijk ook wat jongens die al bij de Eagles hebben gevoetbald, ook in jouw tijd. Ga je daar ook nog weer wat mee doen? Sorry, hoe bedoel je dat? Nou, onder andere Marco de Bolscher. Ga je daar nog wat extra's mee doen in het plannetje waar je het net over had, wat jullie besproken hebben? Ja, nou, we zijn nog niet zo heel inhoudelijk op ingegaan. Er lopen gewoon heel veel jongens bij het eerste helft van Excelsior momenteel die ook een verleden bij Goat Eagles hebben. Dat is Marco, maar dat is ook bijvoorbeeld Kevin Siemelink, Andreas David. Maar inhoudelijk hebben we nog niet gesproken over hoe we dat allemaal gaan aanpakken. Dat zal zeker nog gaan gebeuren in de aankomende periode. Goed, dan onvermijdelijke vraag. Karim Cengacı heeft bij ons gevoetbald. Ik zei net al even in het voorgesprek, volgens mij ben jij dol op hem, maar zo mag ik het niet benoemen, geloof ik. Ik moet gewoon die vraag stellen, neem je mee naar Excelsior? Nou, daar ga ik niet alleen over. Kijk, zal je advies zijn om hem mee te nemen naar Excelsior? Moet ik nou ja of nee antwoorden? Oh, dat zou kunnen. Nou, kijk, ik vind dat bedoel ik dus ook met een plan. Hè. Je gaat met elkaar gaan een plan maken en iedereen gaat daar in adviseren. Karim is volgens mij weggegaan bij Excelsior toen ik zelf al weg was. Dus ik kan daar ook niet direct over oordelen. Dus daarom vind ik het ook belangrijk dat mensen binnen de club daar goed oordeel over geven. En ik weet ook niet eens of er wel een spits nodig zijn. Dus dat gaan we de komende tijd gewoon met elkaar gaan we dat bekijken.
Volgens mij ben jij een druk baas. Je gaf je net zelf ook al eventjes aan voor wat betreft jouw voetbalactiviteiten. Zit dat elkaar zo meteen niet in de weg? Het trainen van een topklasse, het coachen van een topklasse. Betrokken zijn denk ik ook bij onder de 23. Moet je misschien wel een veer laten met je andere activiteiten? Ja, maar ik moet wel zeggen, mijn andere activiteiten, dat is maar kleinschalig. Hè? Op dit moment ben ik dus docent bij de KNVB. Dat doe ik op vrijdagavond. Docent landsteden doe ik op vrijdagmiddag overdag. En de overige werkzaamheden, ja, dat is bijna allemaal in een paar uurtjes overdag is dat iedere keer goed in te plannen. Het is niet zo dat ik avonden weg moet. Ik ben in principe gewoon elke avond beschikbaar voor Excelsior 31. Op af en toe de woensdag of vrijdag na, dan geef ik af en toe cursus. Maar dat is niet zo vaak, dat is volgens mij 18 keer per jaar dus. Okay. Laatste vraag. Plek in het linker rijtje of de plek in het rechter rijtje? Wat is er gezegd? Nou, er is met name gewoon gezegd dat wij aanvallend, dominant voetbal willen spelen. Het publiek willen vermaken. En willen kijken hoe we jeugdige spelers gaan inpassen. En dat moet in de topklasse of kan dat ook in de hoofdklasse? Nee, de ambitie is absoluut om gewoon dat in de topklasse te doen op het hoogste niveau. Daar gaan we voor. Dankjewel en succes. Dankjewel. Excelsior 31 TV. Direct de nieuwste video's ontvangen. Volg ons via twitter.com/Excelsior31TV.